baas. Hardlopen is een belangrijk onderdeel van survival run. We lopen allemaal wel eens een rondje hard. Maar wat is nu de beste looptechniek? Bestaat deze überhaupt wel? Volgens mij is hardlopen een essentieel onderdeel tijdens een survival run. Vandaar dat we vandaag een filmpje maken over het hardlopen. We gaan vandaag de Tourmijl lopen. Dat is een rondje van 1,45 kilometer. Dan gaan we proberen een flinke tijd neer te zetten. Zoals net al gezegd is hardlopen een essentieel onderdeel tijdens een survival run. Maar hoe kun je dat nou trainen? Hoe kun jij ervoor zorgen dat jij harder gaat lopen? Daarnaast gaan we in op de looptechniek. Let wel, als jouw techniek nu nog niet perfect is, je gaat dit niet in een aantal maanden perfect maken. Die groei duurt jaren. Nu voor jullie de vraag, welke van deze twee looptechnieken is de beste? Bij de eerste techniek heeft Niels een hogere pasfrequentie en een kleine paslengte. Hij landt voornamelijk op zijn voorvoet, waarbij zijn achterste been verder omhoog komt. Zijn lichaam is rechtop en hij is stabiel in de heupen. Hij heeft een actieve arminzet. Bij de tweede techniek heeft Niels een lagere pasfrequentie, maar juist een wat grotere paslengte. Hij landt voornamelijk op de hak en hij wikkelt af naar de teen. Hij veert wat mee in de heupen om de klappen op te vangen. Laat in de comments weten welke looptechniek de beste is. Laat daarbij ook weten hoe jij hardloopt of hoe jij hebt leren hardlopen. Misschien heb jij tips voor ons. Die zijn altijd welkom. Zijn zeer leergierig. Dan welke van de twee had jij gekozen? Wij denken dat de bovenste, namelijk looptechniek 1, de betere manier is. En we proberen ook zelf zo te lopen. Maar dat is niet altijd zo geweest. Vroeger, ik heb heel veel gevoetbald, liep ik echt op die onderste manier. Echt met zo'n haklanding. Want dat was nou eenmaal de manier zoals je hem aangeleerd had. Met die schoenen met zo'n enorme demping eronder, weet je wel. Maar ik had ook heel veel last van mijn knieën. Dus op een of andere manier was het toch niet ideaal voor mij. En toen ben ik gaan survival runnen. En toen is mij aangeleerd van, joh, die demping, dat is helemaal niet nodig. Want jouw banden, jouw pezen, zouden dat zelf moeten kunnen opvangen. En daar ben ik nu een groot voorstander van. Als je bedenkt hoe je op blote voeten zou kunnen lopen, op het strand of gewoon op de weg, dan weet je waar je lichaam toe in staat is. Dus ja, toen ging ik survival runnen, kreeg ik allerlei tips en tricks en loopscholingsoefeningen mee voor thuis. En toen ben ik gaan proberen mijn techniek te verbeteren. Meer van een haklanding naar een middenvoet/voorvoetlanding. Oh man, wat deed dat zeer in het begin, man. Dus realiseer je dat dit een proces is van jaren. Je gaat niet in één keer je looptechniek aanpassen. Je gaat in het begin heel veel last krijgen van je scheenbeen, van je kuit. Zorg er dus voor dat je niet denkt van, ik ga mijn normale rondje van 10 kilometer opeens met een andere techniek lopen. Gaat heel lastig worden en dan ga je waarschijnlijk jezelf alleen maar de blessures in helpen. Nee, in plaats daarvan pak bijvoorbeeld tijdens een duurlooptraining elke vijfde minuut met een andere techniek. Dus je loopt bijvoorbeeld een half uur en dan pak je in de vijfde minuut even een minuutje focus op je techniek. Dan weer terug naar je oude techniek. Vervolgens weer bij tiende minuut even een minuutje focus op je techniek. Terug naar je oude techniek. Op die manier kun je heel langzaam die overgang maken. Ik hoop dat het lukt. Om je hardloop te kunnen verbeteren zijn er een tal van loopscholingsoefeningen. Deze drie hebben wij uitgekozen. Er zijn nog veel meer goede oefeningen te bedenken. Tijdens de eerste loopscholingsoefening dwing je jezelf om je paslengte iets te vergroten met een hoge frequentie. Je hebt dus eerst een kleine paslengte en die bouw je langzaam uit. Hierdoor zet je in je hardlopen een kleine versnelling in. Bij het tweede loopscholingsspoor hou je die snelle frequentie en is je paslengte gelijk. Je hebt een hele korte paslengte. Deze oefening dwingt je om die paslengte klein te houden. De derde loopscholingsoefening is iets vrijer. Je moet jezelf hierbij dwingen om in het begin een lage frequentie in te zetten met een korte paslengte. Die paslengte blijft gedurende de hele oefening hetzelfde. Vanaf een bepaald punt zorg jij ervoor dat je frequentie omhoog gaat. We gaan straks de Tourmijl lopen. Hoe kun je daar het beste op voorbereiden? Dat heeft te maken met hoe diep je kan gaan tijdens een wedstrijd.
We hebben namelijk een stemmetje in ons hoofd en die probeert in principe altijd je lichaam te beschermen. Dat is best wel een handig stemmetje misschien wel. Maar als jij een prestatie wil leveren, dan is dat geen handig stemmetje, want dat stemmetje voorkomt dat je diep kan gaan. Dus tijdens zo'n prestatie, bijvoorbeeld die tourmail, moet je constant vechten tegen dat stemmetje. En dat is lastig. Je zult misschien herkennen als je in Survivor loopt, dat je in een bepaald tempo loopt. En dat je dan denkt, ga ik helemaal niet volhouden joh. En je schroeft hem een beetje terug omdat je al aan het voorspellen bent hoe je over een kwartier, 20 minuten, half uur voelt. En dat is dat stemmetje in je hoofd dat weet, of dat je probeert te beschermen en zegt van joh, je moet even wat langzamer, want dit hou je nooit vol. Dat herken ik zeker wel. Ik heb ook wel tijdens de 5 kilometer hardlopen een aantal flinke tijd neergezet en dan heb je dat inderdaad. Je hebt de helft denkt, ik ben er klaar mee, ik stop ermee. Je kunt altijd nog door en dat is inderdaad wel, denk ik, wat je bedoelt. Dus het laatste stukje is jezelf echt pushen. Wat is de tourmail? De tourmail is een ronde van 1,45 kilometer. De reden dat dit een tourmail heet, is omdat het een rondje is vlakbij het trainingsterrein bij Tor. Een normale mijl zou 1,6 kilometer zijn. Van dit rondje hebben wij een Strava segment. Op dit moment staat Hugo Martijn de Vries op plek nummer 1 met 4 minuten 20. Dat betekent dat hij ongeveer, volgens mij net iets harder, dan 20 km per uur heeft gelopen. Wij gaan vandaag kijken hoe hard wij kunnen lopen. En we gaan onszelf klassificeren in dit segment. Wie denk jij dat sneller is? Jeroen of ik? Shit, gaan doen. Gone. Ready? Woo! Tourmail, eerste poging. Let's go. Mag ik? Zet hem op, hè, jongen. Come on. Blijf gaan. Goed. Ga
gaat lekker. Blijven gaan. Juist, blijven gaan. Kom. Einde bij de bocht. Vanaf de bochten alles geven, alles eruit. Gaat lekker afpassen, alles eruit. Kraan, oké, nu alles eruit. Gaat. Kraan. Kom aan. Alles eruit, niet nakeuren. Alles eruit. Blijf passen, kom aan. Doorgaan. Kom aan. Alles eruit. Fuck. Hoe ging die, Jeroen? Zwaar, man. Fuck. Ik denk 4,52 of zo. De ooitste, snelste kilometer ooit. 3,11 zat ik op. Jeetje. Dat is rap. Fuck. Ik ga helemaal stuk. Het laatste stuk. Ik, mijn ogen gingen echt, ik had halverwege al last van mijn buik, darmen. En het laatste stuk ging mijn ogen echt in een tunnelvisie. Ik hoorde alleen Jurjan zeggen, kom maar door, door. Gewoon op de automatische piloot. Ik werd eigenlijk al bijna zwart voor de ogen, maar gewoon die benen laten gaan. Ik merkte dat het heel belangrijk was waar ik mijn focus legde. Nou, wat bedoel je daarmee? Als ik mijn focus intern heb, op hoe mijn lichaam voelt, wordt het zwaar. Ja. Dan gaat die stem harder. Als ik mijn focus leg op het oneindige, wat jij zei net, tunnelvisie, dan kon ik gaan. Ja, lekker. Oef, niet normaal. Dat stemmetje verneuk je eigenlijk, hè? Ja, het is heel vervelend stemmetje. Die is best wel sterk in mijn hoofd. Ook tijdens survival runs, dat ik denk, nee, je gaat de hartje roeien, het hou je niet vol. Constant aan het strijden tegen dat stemmetje. Wat zei dat stemmetje in je hoofd? Ja, die zei halverwege, nee, net voor halverwege zei die, fuck, dit red je niet. En toen dacht ik, nee, hoes, bepaal ik zelf wel. Gewoon lopen nu een kadaver. Halverwege ging het goed. Toen merkte ik dat ik er goed in zat. Al wel moe, maar gewoon harder gaan lopen. Ik weet niet of ik echt harder gelopen op het laatste stuk, maar het laatste stuk dacht ik eigenlijk niet meer na. Dacht ik gewoon, het interesseert me niet, gewoon alles. Volgens mij was mijn looptechniek ook echt niet meer goed, maar was echt gewoon buffelen. Dus het laatste stuk heb ik niet meer nagedacht. Ja, soms moet je gewoon maar eens dat stemmetje laten en gewoon jezelf kapot lopen en dan maar zien wat het schip strandt. Ja, ooit een keer zei Erik van Ham, trainer, tegen mij, Jeroen, je houdt je elke keer in. Deze run, vandaag, ga je of je beste run ooit lopen, of je wordt halverwege door de ambulance opgehaald. Ja. En ik deed mijn best om dat te doen, maar toch, dat stemmetje overheerste, die overroelde die mindset. En ik heb me toch weer ingehouden. Gek is dat eigenlijk, hè? Weet jij je tijd toevallig ook? Volgens mij sneller dan 5 minuten, maar wat die exact is, gaan we zo zien.
Zien we zo. Vind je het leukje goed? Ja, zeker. Ik heb wat over mezelf geleerd. Zo moet je het ook zien. Ja, dus belangrijk als jij zo'n prestatie wil leveren, is dat je een krachtig stemmetje tegenover dat vervelende stemmetje zet. En voor mij is het heel powerful, heel handig om te bedenken hoe ik me zou voelen achteraf als ik nu op zou geven. Ah, dan voel je kloten natuurlijk. Dus dat is iets wat mij motiveert om door te gaan. Dat is wel een goeie. Dat helpt mij ook wel dat ik er achteraf van zou balen. En ik denk vaak bij mezelf, kom aan Niels, lopen met een kadaver. Geef niet op, gewoon pas voor pas. Dus wat jij zegt, dat stemmetje die zegt, straks hou ik het niet vol. Voor mij werkt het heel goed om een punt in de horizon te zetten. Daar moet ik naartoe. Dit is gewoon mijn task. Mijn task is heel simpel. Dus voet voor voet vooruit. Dat is niet makkelijk. Ik denk dat dit echt maar een klein percentage is van wat jouw prestatie gaat beïnvloeden. Het allerbelangrijkste is je fysieke gesteldheid. Dus je voorbereiding, je fitheid, dat gaat je het meest helpen. Dat betekent eigenlijk gewoon knijtersveel trainen. Knijtersveel en verstandig trainen. Goed herstellen ook vooral. Goed herstellen, genoeg slapen, goed eten. Oh, er komt zoveel bij kijken. Nou, het eten is misschien wel leuk. Zullen we daar nog een keer een filmpje over maken? Dat is wel een goed idee op zich. Gaan we doen. Jeroen, bedankt. Jij ook, Niels. Weer een beetje bijgekomen naar die Tormel. Dat was echt zwaar, zeg. Dat was even diep gaan. Vond je het nou een vet filmpje? Gooi uiteraard een duimpje omhoog. Deel dit filmpje ook met je vrienden. Kijk of die eventueel ook sneller kunnen worden en beter kunnen worden in het hardlopen. Volgende week een filmpje over voeding. We hebben veel reacties gehad op ons vorige filmpje van vorige week. Keep them coming. Gaaf, wij willen maken wat jullie willen zien. Deel, like, abonneer. Dat, ja, heb ik wel een beetje gezegd. Maar... Nou, doei. Denk daarna... Kut, even... Blablabla.